Hallo kijkers, tof dat jullie weer kijken. Degene die nieuw aanschuiven, mijn naam is Dirk. Dit is mijn zoekmaatje Ben. We zijn hier weer op een mooi akkertje. Het weer zit mee, het zonnetje schijnt. Kijk eens eventjes hier ook. Hoe mooi het hier is. Mooie akkers uitgestrekt. Helemaal top. Ik zie jullie bij de eerste vondst. Ja. Het eerste muntje en mijn tweede vondst. Dus even kijken wat het is. Een duitje. Een leeuwencent. Ik denk een... Even poetsen weer. Nou ja, voor tweede vondst is het leuk. Zit het er toch wel. Nou, dat is een kale duit volgens mij. Ik stop hem even in mijn muntendoosie. Als ik nog wat zichtbaar krijg, dan plaats ik hem erbij. Zo niet, dan gaan we door naar de volgende. Leuk begin. Duit. En, is hij te zien of niet? Nee. Ik denk... Kale duit. Wie weet, een kale duit. Maar, ja, wie weet valt er nog wat van te maken, maar het lijkt niet op. Hier is ook kaal als ben je wat. Nee, nou, nee hoor. Nee? Nou, er valt nog wel wat van te maken hoor, misschien. Ja, ja, ja. Gewoon proberen thuis. Ik zie nog wel lichtelijk iets. Ja, maar mooi toch? Wie weet. Goed begin. Nice. Mooi. Lekker. Je gaat in mijn speciale bak. Ik kreeg een beetje een vaag signaal binnen, maar een oud zakmes gevonden of iets. Kijk. Dat is leuk. Misschien wel van de boer geweest, dat ken ik ook nog natuurlijk. Eens even kijken. Hij is deels van hout ook. Best wel een leuk dingetje dit. Ja, grappig. Die plaats ik er later even bij als die groen is. Tot de volgende vondst. Kijk eens, die Ben die gaat als een raket joh. Hij gaat als een raket. Met zijn muntjes. Weer eentje. Mooi. Nog niks te zien, maar... Je ziet wel wat een beetje. Zo dun. Ja. De tandenborstjes mee. Zal ik dat doen? Zal ik dat niet doen? Ja, je kan een klein beetje kijken. Of ja, tussen je... Standaard in mijn ding. Ah, klinkt goed. Ja, dat komt wel waarschijnlijk, maar... Dat is goed kijken. Ik kan hem niet zien. Mag ik even kijken? Ja, hoor. Houd hem even vast. Even kijken, hoor. Zet hem eens even vast. Ja, even kijken. Dit is... Ik blijf al mijn pinpointen plakken. Oké. Een duitje wel hoor. Een duitje. Maar welke het is weet ik nog niet. Maar die gaat in het muntendoosje. Die vakje met het ristje dicht. Ja, ik heb mijn doosje niet bij. Ik heb wel een bak. Een apart bak. Ja. Bak. Kijk eens. Stof ze hier maar in. Dankjewel man. Super. Goed voorbereid altijd. Ja, dat is mooi. Nou, we gaan weer verder graven. Wat zal het zijn? Hé, hey, ik zie het hem al gelijk. Nee joh. Wat is dit dan? Een loodje, denk ik. Ja. Hm.
Ik dacht dat hij nog in het kluitje zat. Even kijken, hè. Oh, een stukje lood. Ja. Er staat nog wel wat op. Grappig. Kijk, ik vind net dit ringetje. Het lijkt alsof er een stukje touw omheen zit. Ja, apart. Lopen. Hey, Ben, ophouden nou hoor, hey, want dit kan natuurlijk niet, hè. Nee, dit gaat te ver, hè. Ik moet hier echt een halt toe roepen. Want jij hebt een beetje te veel achter elkaar succes. Ben, het is je van harte gegund. Ik vind het leuk. Jou ook hoor. Ze bedoel jaloers zijn. Ik kan alleen maar boos op mezelf zijn, maar dat doe ik niet meer. Dat zie je maar. Hey, wat heb je trouwens voor een mooie trui aan, Ben? Kijk, wat heb je daar aan? Ik weet niet, de een of andere meneer Vink. Ja. Ja. Je ziet ook nog, dat is een mooie nog. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Die krijg je denk ik hier zelfs nog afgaan. Denk je? VDI. Wat een geluid, joh. Hij gaat tekeer als een jekko. Nou, als je nou een leuk muntje hebt. Hij zit iemand. Huh? Oh nee. Zo, ik schrok me even. Wat dacht je dan? Nou. Ik dacht even dat ik goud had. Nee, 20 eurocent. Eurocent. Zo, ik dacht, ho, wat gaan we nou krijgen? Ja. Ja, daar is die. 20 eurocent. Het is
wel mooi, hè. Oh. Dan word je toch altijd even wild, hè, als je die kleur, als je die kleur ziet. Zijn portemonnee laten vallen hier zo. Weer een muntje? Nee, niet ker. Hoort is, joh. Waar is die nou? Oh, hier. Ja. Weer een euro of 2 euro. Nee. Ja, hij is hier zijn geld kwijtgeraakt. Een eurootje. Precies op dezelfde plek. Leuk voor de spaarpot. Ja. Het is grappig. Even kijken, er zal er vast misschien nog wel wat liggen. Want ik hoor er nog een... Hoort is nog eentje hoor. Hey. Ja. Gewoon volgens mij nog in dezelfde kluit ook, joh. Even kijken. Nee, niet in dezelfde kluit. Nog een keer 20 cent. 1,40 euro. Kijk, we hebben net een hapje gegeten. En we wouden zo graag weer verder gaan zoeken. Dat we een sprintje trokken. Toen is Ben zijn pinpointer uit zijn zak gevallen. Moest hij alsnog terug. Haha. En kijk, ik heb hier ook gelijk een lekker signaaltje. Kijken, is dit het? Nee, dit is het. Oh, daar heb ik er al 20 van gevonden vandaag. Dat is een clippie voor het veevoer. Nou ja, helaas. Heb je hem, Ben? Je had alweer 5 gaten kunnen scheppen in de tussentijd. Ja, kijk eens. Het eerste gespje. Zal het dan toch nog wat worden hier zo? Hij is mooi. Een klein, ik denk een schoengespje of zo. Grappig. Geeft weer motivatie. Thank you.
voorzichtig hoor. Ja. Hey, zo dan. Even achter. Zie je het een beetje slecht door de zon? Wat is dit nou joh? Wel een mooie. Hè? Ja. Hé, dat? Ja, joh. Wat is dat dan joh? Ja, dat heb inderdaad wel een soort bros of speld of zo. Heb ze een haak gezeten? Ja, hè? Dat is niet met tandenborst op. Maak hem in het water even clean. Ja, of. Ja. Je kan hem even afspoelen in het water. Ja, dat is een bros. Ja, dik. Ja, dat is wel, wel geinig. Ik ben inmiddels alleen. Mijn maatje die moest nog even boodschappen halen. Maar ja, zolang de zon nog schijnt, blijf ik doorgraven. En ik heb een leuk muntje. Een oorlogscentje. 1 cent 1942. Dat is een leuke. Nou moet ik niet te vroeg gaan juichen. Maar ik denk dat ik hier op een muntschatje zit. Ik krijg nog meer signalen in ditzelfde gat. Even kijken. Ja. Hier ook nog iets. Zit in mijn hand. Ja. Nee, nee. Spijkertje. Nee. Geen muntschat. Maar wat is dit? Een leeuwenseentje denk ik. Ja, zo te zien wel. Ja, een leeuwenseentje. Ah. Leuk. Goed, het begint te schemeren. Dit is mijn laatste vondst. We gaan naar binnen, leggen we alles even op een rijtje. Er zitten leuke dingen bij. Dus het is leuk om even terug te kijken. Tot zo. Oké, het is tijd voor de samenvatting. Het was een heerlijk dagje vandaag. Zonnetje scheen lekker. Een paar leuke vondsten gedaan. We gaan even samen kijken. Ik heb het lood even bij elkaar gelegd. Dit is één grote bonklood. Nou, wat leuke zegellootjes. Musketkogeltje. Mooi gespje. Nou, ik denk een schoengespje. Want zo groot is die niet. Kogelpuntje. Twee oorlogscentjes. Eentje nog hele mooie. Even kijken of die scherp wil stellen. Kom op. Oh ja, kijk, daar zien we wat. En hier ook. 1942. Die andere is van 1943, dat kon ik nog net zien. Maar daar is niet veel meer van over. Even kijken, een leeuwenseentje. 1877. Ook nog een hele mooie. Dan nog wat kale duitjes. Een Hollandia duit. Nog een mini muntje. Ik weet niet waar die van is. Een paar ringetjes. Hier zit nog een stukje touw omheen. Ik weet niet waar dat van is geweest. Weten jullie het? Laat het me dan eventjes in de reacties weten. Nou, deze nog, die kan ik ook nog niet thuis brengen. Geen idee. 1,40 euro aan nieuw geld. Nou, toch nog weer wat verdiend vandaag. En een leuke bijvondst. Pijpenkoppie. Dan heb ik nog een mooi zakmes gevonden. Oud zakmes. Die zal ik later nog even verder schoonmaken. Ah, misschien dat de boer dat is verloren op zijn land. En ik moet nog even schuld bekennen. Ik ben dom geweest. Ik denk ik buig die lepel eventjes recht.
Nou, ik heb geleerd. Dat ga ik dus voortaan nooit meer doen. Want ik brak hem doormidden. Hier nog een vleugelmoertje. En nog wat koper. Mooi veel in de koperbak. Dus dat was hem zo. Nou, ik heb mijn best weer voor jullie gedaan om er een leuke video van te maken. Ik zie dat veel van de kijkers nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat even. Dat is het enige wat ik van jullie vraag. Vind ik erg leuk. Laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie bij de volgende video.